500 meter Manon Ritte hier aan de leiding, 540-59. Tweede positie Amee Hulleman. En derde positie Monique Boerfijn. Wat we weten is dat er vanmiddag twee jeugdzwemmers in actie komen tijdens de vierde serie. Dat zijn Megan Jonkman en Evie Rozenboom. Maar dat betekent dus dat de snelste jeugdzwemmer waarschijnlijk uit deze derde serie wel de bronzen medaille gaat winnen. Daar horen we wat bellen gaan, want dat zijn de keerpunten op 750 meter. Amee Hulleman in 8:35:20 op weg naar een persoonlijk record met nog 50 meter te gaan vanuit baan nummer 3. 9:16:44 is haar PR. Tweede positie Manon Ritten, derde positie Nienke Boerenfijn. En Boerenfijn is natuurlijk die jeugdvensters die dan nu voorop ligt. Ja, ik zei misschien wel de bronzen medaille, maar ze kan natuurlijk inderdaad ook nog die zilver of gouden medailles halen als zij heel veel sneller zwemt dan Jonkman en Rozenboom die vanmiddag zwemmen. Dat moeten we dus even afwachten nog, maar hier zijn inmiddels gefinished Manon Ritten in 9:07:70 en Amee Hulleman in 9:08:03. De tijd van Boerenfijn is 9:16:71.
conclusie die we kunnen trekken is dat Boerenfijn een medaille heeft. Maar welke dat wordt, dat is nog even de vraag. En natuurlijk is het ook hartstikke fijn als Boerenfijn dan vanmiddag naar het zwembad komt. Om ook naar de ceremonie te komen om die medaille, dat weten we dus nog niet, in ontvangst te nemen. We zien dat de tijden ook officieel zijn in de tussentijd. En daarmee ronden wij dit blokje af. Hierna natuurlijk de ceremonie protocolair. Maar eerst nemen wij afscheid van die dames en heren in het wit. Dames en heren, uw applaus en de afmars van onze officials.